Ja, bijna wel. Wat een pleuren, zeg je, man. Dit is echt niet normaal. En dan stinkt het ook nog eens. Ja, maar dan laten we daar vooral niet over hebben. Battlefield Hardline, een singleplayer presentatie. Multiplayer speelbaar. Ja, allebei. Nou ja, de singleplayer die heb alleen ik gezien. Die kun je hier als bezoeker niet kijken, helaas. Ik heb hem wel kunnen zien. Achter je sloten deuren, zoals dat dan heet. Ja. En nou ja, kijk, als je denkt aan Battlefield, dan denk je aan de multiplayer, toch? Ja. Ja, nou, volgens EA moet dit wel echt ook een singleplayer ervaring worden. Ja. Maar ik heb hem gezien en ik vond het eigenlijk toch niet zo bijster boeiend. Singleplayer? Ja. Gast. Ja, ik ben eerlijk. Ja, ja. Ik vond het echt, ik had hem gisteren gezien. Ik liep de hele avond nog een beetje te dansen omdat ik zo onder de indruk was van de singleplayer. Ja, zegt hij. Ja. Nee. Maar serieus, ik zou uitleggen waarom. Ja, precies. In de singleplayer kan je met drie verschillende karakters spelen. Het zijn allemaal politieagenten. Het is een beetje episodic gaming gevoel wat ze meebrengen. Je krijgt per chapter speel je met een main character. Maar wat ik vooral tof vond aan die singleplayer, de vibe. Het was zo'n goede vibe. Een beetje die New Mexico, South California. Ja, het begon dus met een scène dat die gast in de gevangenis werd gegooid. Toen dacht ik al, echt, ik hoop dat hij sterft. Die gast had totaal geen uiterlijk vertoon. Gast. Hij straalde niks uit. Als dat een van die hoofdpersonages wordt, mag je van mij dood. Hij mag dood. Nah. Ik hoop dat hij doodgaat. Hierbij. Niet waar, maar er zitten schrijvers achter van True Detective, Justified. Die gasten kunnen echt wel een leuk verhaaltje schrijven. Ik heb het gehoord en ik heb het ook gelezen. Maar ik vond het gewoon niet zo tof uitgewerkt. Nee. Maar het werd pas tof toen de actie kwam. Ja, daarom. Toen werd het wel tof. Ja, want je kan namelijk zelf kiezen hoe je iets aanpakt. Weet je, als je zegt Battlefield, dan zeg je knallen, schieten, explosies, tieten, helikopters en alles. Ja, tieten. Maar je kan nu ook bijvoorbeeld kiezen, we zagen een stuk dat je een kamp moest infiltreren. En hij begon het eerst stealth. Ja. Nee, maar hij begon hem eerst actievol. Ja. Schieten, explosies, waarvan je Battlefield kent. Het zag er gewoon heel goed uit. Daarna liet ook een stuk stealth zien. En dat vind ik gewoon tof. Dat ik nu gewoon zelf kan kiezen hoe ik een level aan ga pakken. En niet gewoon run and gun van de ene sequence naar de andere sequence gaan. Het is een beetje het Crysis 3 principe. Hè? Waarin je in een soort van kleine arena komt. Waarin je vrij bent om te doen later wat je wil. Of in ieder geval je eigen plan van aanpak te kiezen. En dan wordt het tof, vond ik. Maar ik vond dat, dat verhalende, dat had er voor mij niet in gehoeven. Terwijl er iemand voor de camera loopt. Dat maakt niet uit. Lul. Laat ze lekker lopen. Sorry, nee, maar ik vond het wel. Ik zat er wel meteen in. Oké, dat had ik dus niet. Oké, meningen verschillen. Maar ik wil het eigenlijk nog even over de multiplayer hebben. Ja, toch wel het belangrijkste van Battlefield. Ah, we hebben de beta gespeeld. Ik weet niet of jij hem ook hebt gespeeld. Vond ik tegenvallen. Ik ook. Ja. Het was, ik vond het wel tof Cops & Robbers dingetjes hebben. Maar het voelde als een mod aan voor Battlefield 4. Ja, nou daar ben ik het dus wel mee eens inderdaad. Alleen ik heb nu een nieuwe modus gespeeld. Ik ben even de naam kwijt. Oh, Rescue heet die. Ja. En het is 5 tegen 5 en het is zoals een Counter-Strike, je moet 2 hostages redden. Ja. Fucking vet. Oké, maar waarom echt, dan? Heel erg tof. Omdat het close squadder combat is. Ja. Dus eigenlijk niet zoals je dat van Battlefield gewend bent, behalve in die nieuwe DLC dan. Van Battlefield 3. Maar het was gewoon heel, het voelde echt als die oude Counter-Strike. Ja. Counter-Strike 1.5. Ja, daar heb ik heel veel gespeeld. Ik ben begonnen bij 1.3. Jij hebt ook de Claw, de Counter-Strike Claw. Ja, ik heb de Claw, ja. Ja, klopt. Ja. Awesome. Ja. Nou ja, je gaat hem terugkrijgen, tenminste als je hem op PC speelt. Het was echt heel tof. En het was misschien wel het eerste moment in Battlefield Hardline dat ik dacht, oké, deze game staat nu voor mij op zichzelf. En dat had ik met de singleplayer nog niet zo. Het wordt straks natuurlijk een pakket van singleplayer en een multiplayer. Weet je, de singleplayer speel je misschien in een weekend uit. En daarna ga je, wat ik zelf altijd heb, ik duik altijd al maanden de multiplayer in van een Call of Duty en van een Battlefield. En ja, ik vond die beta vond ik een beetje tegenvallen. Was voor mij gewoon eigenlijk gewoon Battlefield 4, maar met andere voertuigen. Ja. Maar zoals ik jou nu hoor, dat lijkt me wel leuk. Beetje Counter-Strike achter. Ja. En ze hebben ook nog een andere andere multiplayer mode hebben ze aangekondigd. Met die auto's. Ja, met die auto's. Die heb ik niet gespeeld. Jij wel? Nee, ik ook niet. Nee. Dus ik denk, ik ga jou erover uithoren. Nee, heb ik niet gespeeld. Het was heel raar, want ik moest na 5 minuten weer weg. Toen zijn ze weg. Okay. Ja, zo werkt het hier. Ja, dan moest ik weg. Goed, het is goed om jou positief en enthousiast te horen over de multiplayer. Ja. Jammer dat je een beetje
minder positief bent over de singleplayer, ben ik dan weer wat positiever over. Ik ben gewoon een pessimist. Ja, maar ik heb er wel zin in. De game is helaas uitgesteld tot 2015. Ja. Maar ik denk dat dat wel een goed ding is, want ze hebben uit de beta heel veel feedback gekregen. Gaan ze allemaal nog verwerken, zodat wij straks een goed draaiende Battlefield Hardline krijgen. Precies. Dat inderdaad. Is, ja. Helemaal wat.